ben Timothy en ik geef hier les op Campus De Brug aan de tweede en derde graad audiovisuele vorming. Sinds november vorig jaar heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Voordien maakte ik zelf documentaires, of dat doe ik eigenlijk nog steeds, maar in mindere mate. Om film en het audiovisuele vanuit een ander perspectief te benaderen, waar ik voorheen eigenlijk zelf bezig was om de wereld te ontdekken vanuit het audiovisuele, kan ik nu samen met de leerlingen de audiovisuele wereld en alles wat erbij komt kijken ontdekken. Het leuke daarvan is aan de ene kant dat ik nog steeds wel de ruimte vind of neem om zelf te creëren, maar dus ook door de ogen van de leerlingen die audiovisuele wereld en de manier van kijken opnieuw ontdek, zeg maar. Als beginnende leraar of als science-stromer eigenlijk vanuit het vakgebied ben ik in eerste instantie bezig met kijken hoe ik de leerling dezelfde ervaring kan meegeven als dat ik heb op het moment dat ik creëer. En dat is een andere sport, maar het is een leuke sport. Het is soms hard werken, maar het is het wel waard. Zeker op het moment dat je merkt dat leerlingen heel enthousiast worden van een bepaalde oefening of een bepaalde invalshoek die ze daarvoor nog niet hebben ervaren. Dus dat maakt het wel heel erg waardevol. In het begin wist ik niet precies wat er op mijn pad ging komen. Het onderwijs is toch wel een andere wereld dan de filmwereld. Ze hebben één ding gelijk. Het is allebei wel hard werken. Maar waar de sport vooral zit in het onderwijs is de vertaalslag maken van eigenlijk dat wat er in je vingers zit. Dus filmen, denken over verhaalstructuren en dergelijke. Om dat te gaan vertalen naar een zinvolle leservaring of een lespraktijk. En die vertaalslag, dat is eigenlijk de sport in het onderwijs. Je laat ze echt een wereld ontdekken en op een manier kijken naar de wereld die, als het lukt en als ze zichtbaar enthousiast zijn, goud waard is.